Pepijn Schoneveld zit hier aan tafel. Cabaretier en podcastkoning. Vind ik wel, ja. Oh, dankjewel. Ja, die podcasts. Dat zijn podcasts waar je je collega's interviewt. Ja. En dat gaat hartstikke goed, toch? Nou, het is begonnen ooit als podcast waarin ik ging praten met cabaretiers en kleinkunstenaars. Maar inmiddels praat ik gewoon met mensen die ik interessant vind. Ja, maar het heeft toch wel een beetje gerelateerd aan kunst en cultuur? Nou, het gaat wel vaak over humor, maar uiteindelijk gaat het over het leven. Ja, en zoals ook over alle kunsten natuurlijk. Ja, absoluut. Jij kwam hier binnen en zei, ik wil iets zeggen en ik wil iets zingen, want dat vind ik belangrijk. Nou, ik zat na te denken over je moet dan het belang van cultuur uitleggen. En dat ik zat erover na te denken, het is moeilijk om het belang van, je kan het financieel uitleggen. Je kan dan zeggen bijvoorbeeld, ja, een schilderij levert zoveel miljoen op. Maar echt het belang van zo'n schilderij, namelijk dat iemand ernaar kijkt en denkt, wow, een zwart vlak met een witte punt. Daar ben ik door geraakt. Dat kan je niet uitleggen. Dat belang kan je niet uitleggen. En wat ik ook merk als ik praat met cabaretiers en andere podiumkunstenaars in mijn podcast, is dat die gesprekken duren vaak anderhalf uur. En dan vaak zijn we er dan nog steeds niet uit wat het belang is van hetgeen, van dat wat diegene doet. En wat wel leuk is om, dacht ik, ja, dan kan ik misschien vertellen, ik ga een lied zo zingen, hoe dat lied tot stand is gekomen. Omdat dat is misschien, je kan niet vertellen wat er gebeurt met iemand als die dat lied hoort. Of ik kan niet vertellen wat er gebeurt als ik dat lied zing. Als ik het zing. Het enige wat ik wel misschien kan vertellen is dat voor mij gaat kunst altijd over niet alleen zijn. Dat is, ik denk namelijk dat iedereen in het leven bezig is met proberen niet alleen te zijn, omdat we dat eigenlijk niet kunnen, maar wel zijn. En ik ben het meest ontroerd. Voor mij is het belang van kunst dat ik me even niet alleen voel. Zowel voor als ik in een zaal zit en iets zie. En ook ik als maker vind dat ook prettig. En bijvoorbeeld het lied wat ik dan zo ga zingen, dacht ik, nou, dan kan ik misschien uitleggen waarom dat lied daarover gaat. Wat er namelijk is gebeurd is, mijn relatie ging uit. En dat is gewoon een privéverhaal. Daar kan je niks, ik kan dat vertellen. Maar wat je dan gaat proberen is het vormgeven. Omdat ik dacht, ik moet hier iets mee. Dit is iets wat mij overkomen is. Dat was heel heftig. Toen heb ik Peter van Rooyen gebeld. Dat is een hele goede liedtekstschrijver. Want ik kan dat zelf niet. Dat is ook belangrijk in de kunst. Dat je weet wat je kan en wat je niet kan. En toen zijn we gaan praten over hoe gaan we van zo'n iets particuliers of zoiets privés iets universeels maken. Jij vertelt dat mensen het herkennen. Hele verhaal. Ik vertel het hele verhaal wat er is gebeurd. Het is een vriend van mij, dus hij kent mij ook. En vervolgens ga je dan zitten, oké, dit is veel te privé, je kan niemand iets mee. Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen het gaan herkennen en dat mensen zich dus even niet alleen voelen? Ja. Als ik mijn hele particuliere verhaal vertel, dan kan jij denken, ja, jouw probleem. Prima, ik snap wel dat ze bij je weg is, als ik dit hoor. Maar om het invoelbaar te maken, moet je ervoor zorgen dat het niet particulier is. En dat het je moet het vormgeven. Nou, dan ga je heel lang praten. Op een gegeven moment zei ik, de insteek van het nummer was dat mijn ex de droom leeft die wij samen hadden. Daar gingen we zo een beetje over praten. Op een gegeven moment zei hij, nee, volgens mij moet het lied gaan over dat je ex beter af is zonder je. Toen zei ik, dat kan ik niet zingen, want dan val ik om op het toneel. En word ik depressief. Dus dat ga ik niet kunnen zingen. Toen zei hij op een gegeven moment, moet het lied niet gaan over dat je het heel stom vindt wat je ex allemaal meemaakt, maar eigenlijk merk je dat je er liever bij had willen zijn. Toen zei ik, dat is een interessant zo ding. Belangrijk, zo herkenbaar. Dat is herkenbaar. Nou, jij gaat nu al aan. Dat is wat er gebeurt. Soms heb ik met een relatie, ik heb liever dat de relatie dood is, dat het nog doorleeft en nog leuke dingen meemaakt Absoluut. Waar je nu bij bent. Absoluut. Je ex kan beter sterven. Nou ja, ik weet niet of dit nou echt de perfecte plek is. Zullen we in de afloop nog even afspreken ergens? Echt? Om hierover door te praten. Oh, echt? Okay. Ja, morgen. Ik ga nu zingen. Op die parkeerplaats aan verderop. Nepal. Waarop jij dan ik val op vrouwen. Ja, weet ik wel. Hoe gaat het nummer heen? Hoe heet het nummer? Het nummer heet Was ik daar maar bij geweest. Want toen zei ik, dan moet het daarover gaan. Het moet gaan over dat ik daar graag bij had willen zijn. Vervolgens hebben we dat lied vormgegeven. Ik zing het en ik denk, oh wat fijn. Ik ben niet alleen als mensen ontroerd daardoor zijn. En mensen in de zaal voelen zich volgens mij prettig. Als ik niet vals zing. Ik herken dit. Ik heb dit ook ooit meegemaakt. En volgens mij is dat het belang van kunst. Is dat je even niet alleen bent. En even, dat je even samen bent. En het gevoel deelt. En het gevoel deelt. Zoals wij straks op die parkeerplaats tussen Robjetten in. Ga jij staan bij... Moet ik binnenin dan? Nee. We gaan nu weer zingen. Waarom gaat Albert altijd, hierover uiteindelijk? Je gaat nu staan voor de microfoon. Ben ik. Sorry, ik had mensen erbij willen zijn. Sorry. We gaan naar Pepijn Schoneveld. Ga ik nu luisteren. Zingen dan? Ja, ik hoop het wel. Hier is Pepijn Schoneveld. Thank you.
Ik zag laatst een filmpje van mijn ex. Ze zong een lied. Ik had mijn laptop moeten sluiten, maar ik deed het niet. Ze durfde eindelijk te zingen op een karaokefeest. Was ik daar maar bij geweest. Was ik daar maar bij geweest. Ze heeft de ruzie met haar ouders uitgepraat. Ik hoorde dat ze zelfs alleen naar Buenos Aires gaat. En dat ze zonder make-up op een hele avond heeft gedanst als een beest. Was ik daar maar bij geweest. Was ik daar maar. Ineens kan ze koken, heeft ze rijles genomen. Ineens begint ze voor zichzelf op te komen. Wanneer bevrijden ze haar vrije geest? Ze doet nu alles waar we samen over hebben liggen dromen. Was ik daar maar bij geweest? Maar een mens verandert niet, ben ik van overtuigd. Ik weet dat zij zich eenzaam voelt als ze is uitgejuicht. En dan hoopt ze 's nachts in bed dat ik haar bel en zeg: geloof me toch, want je kunt het wel. Dat hoopt ze vast, ik ben toch niet de cocon die zij als vlinder achterliet. Of is het zoals ik ook toen we samen waren al heb gevreesd? Ben ik er ooit bij geweest? Ben ik er ooit bij geweest? Heel mooi, Pepijn. Hoeveel mensen ga je tekenen? Ik ga voor mij en mijn ex tekenen. Nee, die tellen voor vier. Nee, ik ga voor... deze kwam uit de voorstelling. Kijk, ik sta al klaar voor de parkeerplaats. Nee, sorry. Pijn. Ik kan niet. Je staat niet. Die voorstelling, dat lied komt uit de voorstelling Hey Hobro's on Tour. En ongeveer, we hebben ongeveer met 8 mensen dat gemaakt. Hartstikke dus, goed. Daar ga ik het voor doen. Tot zo. Heel erg bedankt, Pepijn. Hij gaat voor 8 mensen tekenen voor deze nog steeds belangrijke actie. Cultuur in actie. 8 man, Pepijn Schoneveld. Ik hoop dat hij weer snel in het theater zit. En anders, oh, valt bijna het hele ding om. Het is geen muur. Het is geen muur, nee, het is een bord. En u kunt de podcast ook luisteren. Het zijn ontzettend goede pep talk, heet het. En het zijn enorme leuke gesprekken. Tot zo. Cultuur in actie.